Over dit onderwerp, maar nu eerst naar de naderwijsbeperking, want die staat op losse schroeven. Er was al ongelooflijk veel te doen rond die asieldeal en nu zet hij de verhoudingen binnen de coalitie weer op scherp. Want wat is er nou binnen die coalitie afgesproken? Dat was een nadrukkelijke wens van de VVD, namelijk dat het gezin van statushouders pas mag nareizen, mag nakomen, overkomen naar Nederland, als er hier daadwerkelijk ook een woning voor hen gevonden is. Het probleem nu, de rechter heeft gisteren uitspraak gedaan in een individuele zaak en geoordeeld dat het gezin van die Syrische vrouw meteen mag worden toegelaten. En het beleid houdt dus niet stand bij de rechter. Nou, coalitiepartij de ChristenUnie, die was er al geen voorstander van, heeft toch schoorvoetend ingestemd, mits het juridisch houdbaar is. Nou, de vraag is dus nu, wat zegt ChristenUnie-Kamerlid Don Seder nu naar aanleiding van die uitspraak van de rechter? Nu zien we dat een rechter toch anders zegt en zegt dat er onvoldoende wettelijke basis is. Ja, en in een rechtsstaat, dan luister ook naar de rechter. En VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans die benadrukt juist dan weer dat de rechter uitspraak heeft gedaan voor één specifiek geval. Volgens hem betekent dat niet dat de maatregel nu op losse schroeven staat. Hij zegt de asieldeal blijft in stand. Maar dit ligt natuurlijk uiterst gevoelig binnen de coalitie. Dat weet ook parlementair verslaggever Erik Vrijsen. Het is bijzonder pijnlijk voor de VVD, want hun concessie, die is eigenlijk wat ze bereikt hadden met dat compromis. Dat is nu van tafel. Als het klopt wat de ChristenUnie zegt, namelijk die nareismaatregel is van tafel, want er is één rechter geweest. De eerste tekenen zijn dat ze proberen om de zaak niet op de spits te drijven. Maar het zal natuurlijk afhangen van het verdere verloop van juridische processen of dit een conflict gaat worden tussen enerzijds VVD en CDA en anderzijds ChristenUnie en D66 in het kabinet. Ja, twee partijen binnen de coalitie die toch een andere kijk hebben op hoe de rechter hierop geoordeeld heeft. Hoe moet dat dan nu verder? Ja, het is inderdaad een uitspraak over een individuele aanvraag. Wat de staatssecretaris nu gaat ondernemen, dat weet ik niet. Dat vind ik ook heel erg lastig om in te schatten. Maar het is natuurlijk wel een feit dat het een belangrijk instrument was om zo snel mogelijk die instroom naar beneden te krijgen. Ik kan niet inschatten wat Van den Burg nu gaat doen. Dus we zullen dat gaan. Maar wat zou u willen als VVD-fractie dat Van den Burg nu gaat doen? Nou, wel onderzoeken of dit inderdaad een individuele zaak is. Of dat dit nu ook zorgt dat heel veel andere aanvragen opnieuw worden bekeken. Eigenlijk is dat natuurlijk iets wat al eerder bekend was, hè? Experts hebben van tevoren al gezegd, de juridische basis hieronder is nogal wankel. Ook de ChristenUnie heeft het meerdere keren benadrukt. Dus je zou ook kunnen zeggen, we weten nu, want de rechter heeft vrij snel geoordeeld dat het niet klopt. Ja, de rechter heeft inderdaad gezegd, dit gaat over een individuele zaak waarbij de omstandigheden van dit gezin heel zwaar wegen. Ik weet niet of daar ook in die uitspraak staat dat dit vanaf nu voor ook alle andere gezinnen geldt. Volgens mij niet. Dus het is even afwachten wat de staatssecretaris nu gaat doen, of dat hij dit gaat aanvechten of gaat overnemen. Ja.